We zijn nu in Mastia Kriki. De eerste filter was ontzettend vies. Dus die gaan we schoonmaken. Hij loopt niet meer, dus hij is verstopt. Hij moet schoongemaakt worden. Kijk, nu is die schoongemaakt. Dan kan die er weer in. Het is alleen een kwestie van schoonmaken, dan loopt hij weer. Zo ziet hij eruit dat we hem uit de tank gehaald hebben. Dus ook helemaal vies, moet schoongemaakt worden. Nu loopt hij weer goed. Hij loopt nu weer flink door. We zijn hier in Dam en de dames hebben zelf de filter schoongemaakt en de tank schoongemaakt in de vakantie. Maken de kinderen er gebruik van? Jawel, ze maken gebruik ervan. Nou, ze genieten ook ervan. Dus het is weer schoon water voor de kinderen. Jawel. En juffrouw Renske? Ja, ja. Ook tevreden? Ja, zeer tevreden, want die kinderen maken er gebruik van en dan komen ze geen waterlevelen daarop kan doen. Dit is de waterfilter bij de crèche in Dam. En ik heb de dames gevraagd of de kinderen ook het water drinken. Dames? Ja, ja, de kinderen drinken het water. Dus je hoeft het niet meer te koken, omdat het dan heel goed gefiltreerd wordt. Kunnen ze het gelijk uit die tank tappen en dan geven aan de kinderen. Dankjewel. Ja. Dit is de juffrouw van de crèche. Zij maakt de filter schoon en ze gaat dat voortaan één keer per maand verder doen. Hier in Botepassie en de leraren hebben voor de vakantie de filter schoongemaakt. En dat kan je ook zien. En hij loopt dus ook nog door. Fantastisch. Ja, hij loopt. Ja, hebben jullie deze al schoongemaakt een keer? Voor de vakantie. Voor de alles doen we voor de vakantie voordat we weggaan. Nou, dat is hartstikke. En wanneer we heel komen na de vakantie, dan wordt het gelijk geïnstalleerd. Zodat hij kans krijgt om vol te lopen. En zodat wanneer de school begint, dat de kinderen dan vlot water kunnen kranen. Nee. En te drinken. En de kinderen gebruiken hem ook? Ze gebruiken het. Ze genieten ervan en hebben plezier mee. Goed, want u heeft gewerkt met kinderen, met de boekjes? Jawel. En ik heb ze ook daarbij een tekening laten maken. Uit die film heb ik ze enkele vragen gesteld. Wat zij hebben begrepen en wat niet. En ik heb wel gezien. En welke klas heeft u? De tweede klas. Ik heb de tweede klas. Leerjaar 4. Goed, en u gaat dat nog een keer herhalen met de kinderen en stuurt dan een verslag naar NH? Ja, dat doe ik zeker. Goed, okay. Bedankt. Ja, inderdaad. Een kunstwerk gemaakt in Vikingslee. In opdracht van John van Struikelblok of heeft hij dat zelf gemaakt? Dit is de school op Vikingslee. Hier hangen twee systemen in de durotanks die in de ton, die in de lokalen staan, zoals hier. Deze systemen waren relatief schoon, omdat de durotanks ook schoner zijn. We hebben ze nagekeken en de leraren gaan zelf verder voor het onderhoud zorgen. Gebruiken jullie het water uit die emmer? Ja, want dat is veel schoner water als direct uit de dure tank, hè? Dat weten jullie? Ja. Dat is goed. Dan moeten jullie verder zo doen. Ik ga even proberen. Er staan ontzettend veel waterflesjes die eigenlijk niet nodig zijn nu wij onze systemen geplaatst hebben en de kinderen eruit drinken. Nog een project dat mensen uit de stad via George Struikelblok met de kinderen samen gemaakt hebben in de paasvakantie. Men heeft ook een klein kunstobject gemaakt hier van de petflessen. En het ziet er best geinig uit. En het is een probleem dat er te veel petflessen in het binnenland zijn die verbrand worden. En de rook, de zwarte roet, slaat op de daken neer en die vinden wij nu in de durotanks. Onze filter haalt het eruit, maar mensen die geen filter hebben, die drinken het roet en dat is erg ongezond. Deze ton was afgekoppeld tijdens de vakantie en Ries maakt hem nu schoon. De leraren weten hoe ze het moeten doen en we installeren hem weer. Goeiedag, ik sta hier in Vikingslee en we hebben net de ton weer geïnstalleerd. Zoals u ziet, die was in de paasvakantie naar binnen gezet. En ik heb gevraagd naar het leerprogramma voor hygiëne en schoon water. En de leraren hebben er nog niet mee gewerkt. Maar dit is de onderdirecteur van de school, het subhoofd. En die zegt mij wat ze gaat doen. Ja, ik zal het doornemen met mijn school ook. Dat we een verslag zal maken omtrent die tonnen.
En ook doornemen met die kinderen. Dus eigenlijk eerst doornemen met die kinderen. En daarna gaan we een verslag maken en opsturen voor... En dan gaat u met de boekjes van UNICEF werken, ja, toch? Ja. Ja, en dan komt er een verslag naar NH. Ja. Begin mei willen ze dat graag hebben. Ja. De mensen van UNICEF hebben het leermateriaal gegeven. Ja. De boekjes. Ja. En ze willen graag dat jullie uit de boekjes de leerlingen onderwijzen waarom schoon water belangrijk is. Ja. Dus als jullie dat voor UNICEF willen doen en dan weten de kinderen dat ze uit de tonnen kunnen drinken. Ja. En jullie gaan de tonnen schoonmaken. Ja. Ja? Spreken we dat af? Ja. Oké. Dit zijn de flessen die hier staan, die voor naschoolse opvang gezonden zijn voor Grand Tataï. En meneer Paul Redmond wil daar nog iets toe zeggen. Ik laat hem even spreken. Ja, dus eigenlijk moet je al deze flessen moet je weer kwijt. Ja. En ik heb ze liever niet kwijt aan de natuur. Ja, want u... En ik kan ze ook liever niet gaan verbranden, toch? Nee, dus wat nee. moet je doen, want je kan hier niet shredden. En u heeft nu watertonnen, toch? Ja, nu heb ik dus waterfilters. Ik heb gekozen voor die waterfilters. Ja, toch? Dus dat is dan duurzamer. Ja. Want al dit plastic moet je kwijt. Ja. En dat kunnen we hier nergens kwijt verlopen. Dus ik denk dat we liever kunnen kiezen voor die waterfilters. Goed. Ja, ik kom maar niet aan het beleid van niemand, maar ik zit met die flessen. Ik zit met die flessen, niet zij. Ja, dus helemaal duidelijk. Jawel. Dank u. Hier hebben we het watersysteem van Grand Tataï. Dit is gefilterd water van de Durotank. En hier drinken de kinderen van. Ja, heb ik met de kinderen gesproken over watersanitatie. Dus nu is de school pas weer begonnen. Dus dan gaan we dan weer binnenkort het hierover hebben. En kunt u dan begin mei zien dat er een verslag naar NH gaat? Zeker, ik zal ervoor zorgen. Ja, nou heel fijn. Dank u. Hier op Cuiaba en tegenover mij is het subhoofd van de school. En ik heb haar gevraagd of ze al met de boekjes gewerkt hebben van UNICEF over hygiëne. En heeft u dat al gedaan? Nee, nog niet. Maar we doen het deze week en de week daar komt het wel in orde. En dan gaat u ook een verslag sturen naar Novella van NH? Ja, zeker. Ja, het 1A4'tje gewoon geschreven. Wat de leraren ondervonden hebben bij het lesgeven van dit hygiëneprogramma. Komt goed. Oké, dank u wel. Kijk, gaan jullie vandaan, hè? Gaan jullie vandaan. Meisjes daar, schuif op. Schuif jullie op. We hebben dus nu een nieuwe filter eraan gehangen, want de andere is in de dure tank gevallen. En nu ga ik weer op Ries de schouder staan en doen hem erin, zodat hij gaat lopen. Anders hebben ze helemaal geen water hier. Zo, nu loopt hij weer en dan wordt hij aangesloten op de tank. Kijk, we zien dat hij nu weer loopt. Te drinken. We zijn hier bij Cuiaba 2. De filters waren niet schoongemaakt. Dat hebben wij nu gedaan en laten zien hoe het gedaan moet worden. We hopen dat eind van de maand de leraren het zelf schoonmaken dan. De systemen staan nog. Er was één leiding doorgeknipt, maar die konden we vervangen. We zijn nu in Jouw. De systemen lopen, dus dat betekent dat de Durotanks nog niet zo vies zijn. We gaan ze zelf schoonmaken, want er is geen trap hier.
En ik heb het hoofd van de school gesproken en naar het leerprogramma gevraagd, het WASH-programma. En daar is nog niet mee gewerkt. En ik ga nu vragen of er de komende 2 weken mee gewerkt kan worden, zodat jullie begin mei het verslag krijgen waar jullie om gevraagd hebben. Ries maakt de filter van jouw schoon. En de leraar bleef thuis. Goedemiddag. We zijn hier in Kayapati. En deze lerares heeft met het WASH-programma gewerkt, geloof ik. Jawel. Ja? Ik heb ermee gewerkt. Ik heb het gehad. Mijn school heeft me het gegeven. En ik heb de kinderen ook verteld hoe belangrijk water is. Waarvoor water is. Hier gebruiken ze ook natuurlijk water. Hier hebben ze de rivier. En daar hebben we echt erover gesproken. Net als een klassengesprek heb ik ervan gemaakt. En toen we dan klaar waren. En hebben we dan het water. Het plaatje hebben we dan, heb ik ze laten kleuren. En toen ze klaar waren, mochten ze het meenemen naar huis. En wat vindt u van de watertonnen die wij geïnstalleerd hebben? Heel goed, heel goed. En gebruiken de kinderen dat ook? Ja, ze gebruiken het. Ze maken er heel goed gebruik van. En u heeft ook goed uitgelegd wat het verschil is tussen Durotankwater en het water uit onze tonnen? Jawel. Durotankwater, dat is niet, het is niet gefilterd. Ja. Maar deze is wel gefilterd. Dus alles vuil, die zuivert het helemaal. Dus heb ik ze uitgelegd. En dan is het echt goed om te drinken, heb ik verteld. Nou, prima. Dank u wel. Geen dank. Deze loopt goed op Kayapati. En dit is Jacob, onze bootsman. Die ons begeleid heeft en naar al de dorpen gebracht heeft.